Ik ben Noah. Ik moest van een presentatie maken over iets wat uit de Tweede Wereldoorlog komt en wat met Haarlem te maken heeft. En wat zouden we nou kunnen kiezen? Oh, die schof natuurlijk. Dat is een hele beroemde verzetstrijder uit de Tweede Wereldoorlog. Zwart rood haar. Ze woont in de Van Dorpstraat. We gaan gewoon een rondje rijden aan Hannes van Sleven. Zullen we misschien beginnen bij Hannes school? Oké, daar gaan we! Dat heette toen de Ten de Rode School, maar nu heet het de Vrije School. Toen ze in groep 4 zat, was haar zus overleden aan diftel. En toen ze klaar was met de basisschool, toen ging ze rechten studeren in Amsterdam. En dus ze kon advocaat worden of rechter. Dus het was een slimme meid. En nu door naar haar huis. Kom op, sta voor de fiets. What's going on? Wij staan nu op een hele bijzondere plek in Haarlem. De Van Dorpstraat nummer 60, het oude huis van Hannie Schaft. Ze woonde er sinds 1923. Op haar derde is ze hier komen wonen. En dus nu terug naar de school. En ze was dus de rechter aan het studeren in Amsterdam. Ze had twee Joodse vriendinnen en die heette Filine en Sonja. En dus het was niet meer veilig in Amsterdam. Dus toen is ze weer terug naar haar oude huis gegaan in 1943. En toen heeft ze Sonja en Filine heeft ze toen meegenomen. Omdat ze Jood waren natuurlijk, dus ze had een... twee omduikers in huis. Op dat moment zat ze dus echt in het verzet. Ze heeft illegale kranten rondgebracht. Ze heeft persoonsbewijzen vervalst. Ze heeft bonkaarten gestolen. Ze heeft Duitsers doodgeschoten. Ja, noem maar op. Alle dingen die je kan doen in het verzet heeft ze wel een keertje gedaan. Dus ja, daarom is ze dus doodgeschoten en we gaan nu naar die plek. Kom op, let's go. Ding, ding.
duinen. Op 5 mei op de erebegraafplaats. En dus wij willen eigenlijk op zoek naar Hanny Steen. Maar er is een paar redenen waarom ze nu dood is. Ze is doodgeschoten door de Duitsers. Omdat ze in het verzet zat. Dat de meesten wel weten. En nu kunnen we denk ik wel op zoek naar haar steen. En misschien liggen er ook nog kransen. Je weet nooit. Kom op. Dat ze geen fraude zouden vermoorden. Maar Hanny was eigenlijk iets te erg. Dus ze hebben het uiteindelijk toch gedaan. Maar de koningin, die was bij haar begrafenis. En ze heeft het verzetskruis gekregen. Nee, het verzetskruis is voor de mensen die het meest hebben gedaan. En dan moeten we nu nog één plek bezoeken. Dat we helemaal terug naar Haarlem. Oké, dan gaan we. What's going on? Over Hanny Schaft. Ze heeft bijvoorbeeld gewoon een eigen planeet tussen Jupiter en Saturnus. Er zijn twee films en twee boeken over haar gemaakt. En eentje heet het meisje met het rode haar. Ze is dus beroemd over de hele wereld. En eind november wordt er altijd, is er hier altijd een herdenking in het Kenopark. Omdat hier het standbeeld staat en dan leggen ze net zoals 5 mei en 4 mei allemaal bloemen neer. Bedankt voor het kijken en rest in peace, Hanny.